Dit is Songfestival Update. 12 points goes to. Ja, tijd voor de laatste drie. De laatste drie. Ja, spannend toch? De big three. Misschien brengt het nog verandering in de einduitslag. Ja, vorige week vrijdag zei ik nog, ik moet mijn 12 punten nog ergens kwijt. Ja, jij hebt nog geen één keer 12 punten gegeven, terwijl ik het al twee keer heb gedaan. Ja, maar dus, misschien geef ik wel de uitslag wel 12 punten. Dat kan ook. Aanstaande vrijdag is de uitslag om 4 uur. Dus wil je nou weten hoe we al die afleveringen, hoe dat allemaal op een rijtje staat, dat gaan we natuurlijk uitgebreid bespreken. Ja, wat is de zenuw dan een beetje? Want volgende week is het natuurlijk zover. Ja, ik weet één ding. Nederland staat bij ons niet bovenaan. Nou, hopelijk volgende week wel. In de echte uitslag. Oh, in de echte uitslag. Ja, daar gaan we wel voor. Ja. Dat ik bij ons niet bovenaan staat, betekent niet dat we het niet willen. Nee, zeker niet. We gaan ervoor. Dit bespreken we al, want hij is uitslag. Want vandaag gaan we Malta, Israël en Rusland. Hadden we nog niet gezegd. Nee, hadden we nog niet gezegd. Oh, iedereen zat in spanning te wachten. Waar kijken we nu naar? Stond ook in de titel. Laten we maar snel naar Rusland. Nee, Malta. We beginnen met Malta. Oh, Chameleon. Zo, wat een mooi nummer. Ja, nou ja, ik vond het op zich wel verrassend. Ja, ja, nou ja, ik zei net al, wat jullie niet gehoord hebben. Malta, dat komt altijd wel een beetje aparte soort muziek. Die hebben niet echt een eigen stijl, maar van alle markten zijn ze thuis. Het einde naden, dus ga je een beetje terugblikken op wat je eerder hebt gezegd. Ja. En toen heb ik ook een keer gezegd van, jij gaf aan dat je juist fan bent, hè, van een beetje van dit soort muziek. Hè. Wie waren dat nou nog meer? Ik kan het zo even de naam niet noemen. Maar toen gaf ik ook aan van... Cyprus was dit. Cyprus inderdaad, klopt. En toen gaf ik ook aan van, ja, weet je wat ik een beetje heb met dat soort muziek? Dat is lekker in de studio, mooi gemaakt. En dan, de refrein is eigenlijk alleen maar een beetje de titel. Dat is net zo met Cyprus. Dat is ook Cyprus. We're international. Dat is een festival. Maar dat is ook inderdaad alleen maar het enige woord. De hele tijd herhalen. En dat is in de studio heel mooi. Lekker autotune en weet ik veel wat allemaal eroverheen. Maar dat is live, stelt weinig voor. Dat heb jij inderdaad mij op gewezen. Dat Elena, vorig jaar van Cyprus, ook precies eigenlijk hetzelfde deed. Ja. Had ook zo'n nummer. En dat kwam live wel heel goed over. Euphoria van Zweden. Ja, precies zo. Heel lang geleden. Precies zo, ja. Dat was ook zo'n studio nummer. Dus het zou kunnen. 8 puntjes voor mij, voor Malta. Nou, heel mooi voor mij. Dan ga ik gewoon, omdat we een beetje verschillend willen doen. Hè, dan krijg je voor mij 7 puntjes. Ja, dat dacht ik al. 7 puntjes. Maar we vliegen verder, want we zijn natuurlijk al de hele tijd op weg naar Israël. Ja, nou, we zijn er eindelijk. En we zijn er bijna, hè? Volgende week zijn we er. Nou ja, wij niet, maar het is ook ver. Maar Israël doet natuurlijk dit jaar ook gewoon mee. Hoeft zich niet te kwalificeren in de halve finale. Ik zie nou voor het eerst pas de titel van het nummer, dat is wel grappig. Dat heet Home, ja. Ja, nee, ze zijn ook ze Home. Ze zijn ook Home. Home. I feel the sun upon my skin. And I am someone, I am someone. Ja, ik vind het wel, laten we met iets positiefs beginnen. Hè? Ja. Dat vind ik altijd wel fijn. Hè? Het eindigt niet op de laatste plaats, laat ik dat maar meteen zeggen. Nee, want dat zei ik net, dat suggereerde ik net. Maar dat denk ik ook niet inderdaad. Maar het gaat sowieso naar de finale, hè? Want het is gasland, dus dan hoef je niet te kwalificeren. Ik vind het ook wel iets hebben dat het een home heet. Hè? Het gaat over thuiskomen. Ja. Israël is natuurlijk, hè? Is het allemaal niks te maken. Maar heeft dit wel iets. Dit is volgens mij ook iets politieks. Maar dat is misschien wat. Ja, en daarnaast vind ik het. Qua zang vind ik het ook wel mooi. Hè, dat hij dan met alleen. Zacht en dan. Ja, hij had heel intiem. Ja. Hè, het is een beetje. Soms kan het werken. Hè, met zo'n zelf. Doordat het heel intiem heel kan werken. Want dan word je helemaal naar het liedje toegetrokken. Niels de Lange en. En wat Duncan natuurlijk eigenlijk ook dit jaar probeert. Hè, om een heel. Ja. Best wel een intiem liedje. En. Alleen, word ik hierbij niet echt getrokken of zo. Dus dat is dan weer het negatieve. Het is niet spectaculair. Ja, het is niet slecht, nee. Dus voor mij 5 punten. En daarna ben ik klaar mee. Nou, voor mij 4 en door naar de volgende. Hier heb ik toch op uitgekeken. Opgekeken. Omdat het de laatste is. Het is de laatste, jongens. Ja, en Sergej Lazarev, dat wilde jij onthullen natuurlijk. Dat wilde ik graag onthullen, maar nu ben jij weer eerst. Ja. Wat vind je er nou van?
Staan heel lang tweede bij de bookmakers. Ja, dit zou de grote concurrent van onze eigen Duncan Lawrence zijn. Maar ik vind het niet... Nee. Dat vind ik denk dat hij alleen bij de bookmakers staat omdat hij een keer derde is geworden. Ja, hij is derde geworden inderdaad in 2016. Maar nee, ja, ik vind het niet zwijt te problemen. Ik denk dat daar ook zo, dat de verwachtingen zo hoog zijn. Omdat hij, kijk, zo'n Sergej Lazarev, weet je natuurlijk al precies hoe hij de vorige keer heeft performed. Op dat podium daar zo. Dus ik vind het geen goed nummer. Ik heb beter gehoord, meer dan 3 of 4 die beter zijn. Nou, wel een heleboel meer die beter zijn. Nou, 6 of zo, maar goed. Hoeveel punten zou jij dan geven? Minder dan 5. Ja? Ga jij minder dan 5? Nee, ik denk dat ik net daarop zit. Jij zit precies op 5 met je dikke rit. Wat zeg jij? Zal ik mijn punten geven? Voor mij... Nee, zeg het net. Ik zat te twijfelen tussen 5 en 6. Dus nu heb jij het voor mij uitgemaakt. Maar laat ik gewoon 6 punten geven. Ja, 6 voor mij ook. Dus we gaan zien wat Sergej... Het wordt geen winst voor bij onze pool in ieder geval. Maar misschien is dat ook wel... Alleen al op zijn naam gaat hij wel door naar de finale. Ook al was het een heel slecht nummer, op zijn naam gaat hij door naar de finale. Ja, vrijdag zijn we er met de grote uitslag van onze voorspelling. Wie volgens ons het Songfestival gaat winnen dit jaar. Laten we een klein teasertje geven. Onderaan eindigen 2 landen. Ze hebben allebei 0 punten. Slovenië en Portugal. Ja, 0 puntjes. En de rest zie je vrijdag. Ja, in de Songfestival. In de grote onthulshow. Ja, zeker weten. Maar als je je huiswerk hebt gedaan, wist je het al lang. Ja, misschien heb je het zelf allemaal bijgeschreven inderdaad. Ja, even abonneren. En tot vrijdag. Doei!